het Werftheater. En Kees? Ja. Waar het allemaal begon. Nou, de tijd met Bichuis en Eduard Jacobs. Koos Beenhoff. Koos Beenhoff. Aristide Bruand. Wimmy Boel. Ja. Louis Davids. Louis Davids, ja. Lou Bendy. Ja. Prachtige tijd. Die heb ik daar nog op zijn bek zien gaan. Ja. Godverdorie nou. Daar heb jij de kunst van afgekeken. Ja. Nou en of. En natuurlijk dat er geen toilet is, hè, in de kleedkamer. Weet je nog? Ja. Dat we gewoon maar tegen de muur scheten. Dat we daar die hele muur... Ach, of een stola van die vond pikten. Ik geloof. Even afvegen hoor. Ja. Geweldige tijden. Ja. 30 jaar joh. Dat doen we al 30 jaar. Hè. Nou. Ik kwam daar voor het eerst omdat ik Dr. Anders P. achterna reisde. Dus als ik wist waar Dr. Anders P. was, dan ging ik erheen. Verdomd. Ik heb daar ook een keer Dr. Anders P. gezien. Ja. Die maar niet ophield. Huh? 6 toegiften en het ging maar door. In het Werftheater? Ja. Geweldig. Ja. Was ik een andere avond. Ja. Ze wilden die weg om de trein te halen. Mm. Met zijn jas aan. Nou, ik beloof wel bij deze dat als ik ooit de jackpot win, of binnenloop, dan krijg je van mij een nieuwe zanginstallatie hiervan. Ja. Echt waar. En als ik de jackpot win, dan... En het toilet. Dan koop ik het. Ja. En dan ga ik whisky instoken. Ja. En pingpongen. Ook moeilijk. Ja, want als nou een whiskystokerij geweest was, dan hadden we nou whisky van 30 jaar oud gehad. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ook mooi. Of we kunnen er een kerk beginnen. Een kerk die rituelen heeft, die bestaan uit het roken van sigaretten en sigaren. Ik kan het zeggen. Dat is natuurlijk ook wel een idee. Een gewijde whisky. Ja. Van 30 jaar oud. Ja, bijvoorbeeld. Nou, heel erg gefeliciteerd. Nog vele jaren met alles erop en eraan, met kindertheaterpub en God knows what. En, ja, maak een leuk feestje van. Ja. En we kopen het op, hè. Kunnen wij dan? We zien wel. Gefeliciteerd.